Geen medaille en ook geen Olympische Spelen voor Jurie van Gelder. Je zou van een dramatisch WK kunnen spreken. Maar Van Gelder is niet alleen sterk in zijn armen, zijn turbulente verleden heeft hem ook mentaal sterker gemaakt. Ik ben in de tussentijd best wel goed geworden, denk ik, in het overschakelen van gevoelens en emoties. En kijk, het is heel erg jammer. Ik heb heel hard gewerkt voor dit moment. En ja, dat is gewoon zonde dat het dan niet op het goede moment eruit komt. Het WK in Tokio verliep perfect voor de Waalwijker, behalve dan de laatste 5 seconden van zijn finale oefening. En nu naar de handstand. Nu moet hij naar een andere afsprong. Ik stond wel 5 seconden stond ik stil. En, nou, normaal gesproken heb je een klein zwaaitje van een klein zwaaitje heen en weer. En nu stond ik echt kaars. Gewoon stil. Ik stond gewoon zo stil. Of niet? Kiest hij voor de dubbelsalto gestrekt? Ik zat te twijfelen van shit. En nu? Dus ik zat vooral te bedenken, oké, ik moet nou extra goed hierop letten en hierop letten. Hij kiest voor de dubbelsalto gehoekt en hij valt. Door de val mist Van Gelder voor de 3e keer de Olympische Spelen. Zijn focus ligt nu op de Spelen van 2016. Maar tot die tijd zijn er genoeg uitdagingen, zegt hij zelf. Het eerstvolgende grote is het EK. In mei volgend jaar. En er zijn gewoon elk jaar staan er wel weer nieuwe uitdagingen voor de deur.